kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nu de Remus. Ik heb nog veel te doen vandaag. Hier, mijn zetel nog wat opruimen. Mijn computer nog in elkaar steken. Ontbijttafel opruimen. Mij scheren. De afwas doen. Ja. En dan nog eens de Q&A nog eens opnemen. Dus ik ga een kleine timeslapje maken hoe ik mijn pc terug in elkaar steek. Ik ga hier ook wat licht maken. 1, 2, 3. Ja, hier is licht. Vallussen. Dus dan ga ik even de computer in al terug in elkaar steken. Ik zal zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Ik wil nog gauw even nog iets zeggen voordat de timeslap begint. Ik ga ook beelden van de LAN-party hierachter ook nog steken na de timeslap. En dan zal ik de Q&A doen. Dus in deze vlog zit dat van vrijdag, zaterdag en dan wat van zondag. En dat van maandag, dus waar ik vandaag aan het filmen ben. Dus ook met de Q&A aan verbonden. Sorry als het dan een redelijke vlog is, een lange vlog is. Mijn excuses daar ook al voor. Maar ik doe mijn best om het altijd wat korter te maken, minder dan een uur. Ik zal zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Yo, yo, yo. Zo, ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. Ik ga nu nog een douche nemen. En als ik aan het douchen ben, kunnen jullie wel een klein beetje genieten van
de vrijdag, zaterdag en de zondagbeelden, wat ik heb ook heb binnengekregen en wat ik ook heb klimmetje heb opgenomen, die ik hierna even monteer. Zal zeggen, veel kijkplezier. En daarna is de Q&A. Want mijn computer staat al terug in een kalender, dus ik kan perfect de Q&A gaan doen. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve Dreams. Ik ga toch nog proberen een vrijdagsvlog terug in elkaar te steken. Voilà. Je ziet, elke moeite doe ik toch om iets te krijgen. Oh, ik moet naar de wc. Allee, ik zie u zelfs weer, want ik moet nog direct vertrekken naar mijn dokter. Jojojo. Ja, het was niet de prettigste wc. Oh. De juiste sleutel nog snel zien te vinden. Sluiten. Dus wat ik juist heb gezegd, ik ga proberen toch nog een vrijdagsvlog te maken. Tot ongeveer een wc heb opgebouwd. Waarschijnlijk ga ik vloggen. Dan nog wel misschien een wat speelbeelden maken. Wie weet. Voilà. En nu. Richting mijn wagen. Heel raar. Deze morgen hoorde ik van allerlei dingen rondslingeren door de wind van de blauwe zakken en al. Ja. Duh. Oh, dat is hier frisjes in de wagen. Frisjes. Ja, ik weet het. Eigenlijk laten we voorgloeien. Oh, ik was weer vergeten. Ja, ik zag hem niet. Door die aan een wagen. Ja, er is al een notte al achter mij. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Tot nu toe heeft toch de wind niet zoveel schade hier al toegebrokkeld. Dat bedoel ik dan met de zakken. En al de magazijnen liggen dan de straten hier en al goed vol. Dat de auto's daar hebben overgereden, noem maar op. Maar ja, nu moet ik wel mijn GPS even hebben. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Ja, dan heb ik dit ook alweer al aan de hand. Vielen. Oh, dat is weer al tot aan de record daar en al bij die rode lichten. Leuk is anders. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, proberen zo snel mogelijk nu naar die huis nummer 83 te vinden. Dat moet ergens geen achter zijn. Dat is hier 1. Dat moet hier ergens zijn. 83. Ik zie daar iets van de rug opstaan. Dus dan zal het daar wel dan zijn. Voilà, ik ben er. Dus dat is daar die roze gebouw. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. En dan zal ik wel laten weten hoe het is verlopen. Zo mensen, op mijn volgende afspraak bij de kinesist. Ja, ga ik het ook het slechte nieuws hier vertellen. En dan kijken als ik nog verder moet doen met de kinesist, ja of nee. Let's we see, hè. En let's we hope van wel. Dat doet toch altijd even deugd, maar niet helemaal. Maar ja, ik kan jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Thank you.
Q&A. Ik ga het heel rustig aan doen, want het is 2:30 s'nachts. Ik kon niet slapen, dus ik ga even gewoon nog de Q&A nog doen. Ik moet nog de vlog ook nog in elkaar steken. Jawel, het wordt weer al nachtwerk. Ik heb heel veel weer gerust met mijn rug. Het gaat me echt niet goed af met mijn rug. Ik vind mijn gemak niet. Voilà. Encrypted heeft de volgende vraag in gestuurd. Waarom hebben jullie niet graag opmerkingen over Maxi zijn welzijn als er links van dierenwebsites bij staan om het te bewijzen? Omwille van Maxi wordt goed opgevolgd door de begeleiding van Bea. Dus en Bea houdt ook die regels goed in acht. Dus Maxi komt niets tekort. Zij krijgt ook informatie van, ook van Maxi zo. Exo heeft de volgende inzending ingestuurd. Waarom wil jij mijn mods afpakken? Ik wil jouw mods niet afpakken, dat was een prank. Dat is echt een prank hoor, Exo. En dan gaan we over naar Bert. Waarom ben ik nog geen mod? Omdat ik nog altijd admins genoeg heb. Dan gaan we over naar Kipknot. Wat is een grote droom die je graag nog wilt verwezenlijken? Omwille van naar Los Angeles te gaan, dus naar Amerika te gaan. Om misschien om naar Frank Molnar eens te bezoeken. Dat is nog altijd mijn droom die nog graag wilt verwezenlijken. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Dat weet ik niet. Omwille van ik kijk dag per dag wat de toekomst mij brengt. En ik leef op dag op dag. Wat is iets wat je als kind altijd wilde doen, maar nog steeds op je lijst staat? Ik heb geen kinderlijstje gemaakt, dus ik heb momenteel geen lijstje waar nog iets op staat om dat nog te doen. Als je één ding zou kunnen veranderen in je leven om een droom te realiseren, wat zou dat zijn? Goed veel geld verdienen en de vliegtuig te nemen naar Los Angeles. Ja, om daar mijn droom eens te realiseren. Om daar eens de sfeer op te snuiven. Echt waar, de sfeer echt op te snuiven. Wat is je ultieme carrière-doel, zowel in bowling als op YouTube? Ik heb geen bowlingcarrière meer. En op YouTube gewoon mijn eigen zijn, mijn hobby gewoon verder kunnen uitoefenen en zo toffe vragen kunnen blijven beantwoorden, wat jij ook nu ook stelt aan mij, Kipknot. Wat zou je doen als je geen beperkingen had op het gebied van tijd, geld of middelen? Hele nog extremere vlogs maken. Wat bedoel ik daarbij dan? Echt gaan reizen bijvoorbeeld. Elk land eens gaan bezoeken, hoe daar de cultuur is. Ook naar andere landen natuurlijk ook gaan bezoeken. Dus van alle andere cultuur eens opsnuiven. Welke landen of steden wil je nog bezoeken in de toekomst? Veel. Nog heel veel. Echt nog heel veel. Heb je ooit gedroomd van het starten van een eigen bedrijf of onderneming? Ja, natuurlijk. Daarom ben ik ook altijd met Psycho TV begonnen. En ik wil zien dat ik dat ook probeer te laten groeien en al. De vlogs niet laten hangen en al elke dag terug echt opnieuw een vlog neerzetten. Behalve als er een gaming evenement is, ja. Dan probeer ik je wat te livestreamen tijdens de weekenden en al ook vrijdag, zaterdag en zondag. Maar deze zondag is het wel mislukt omwille van mijn rug. Ik hoop dat dat in november veel beter gaat, dus fingers crossed. Dus daarbij,
gewoon nog altijd Zaggo TV wel op de kaart zetten van een eigen bedrijf. Wat voor impact wil je maken op de wereld of in de levens van anderen? Dat er geen ruzie meer is, geen oorlog. Dat er alleen maar vrede is in de wereld. Echt gewoon alleen maar vrede. Welke nieuwe vaardigheden zou je nog willen leren in de toekomst? Om nog beter beeldmateriaal neer te zetten en al. Ik wil ook dat er bijvoorbeeld iemand hier langs mij komt zitten die ook bijvoorbeeld video's komt editen. In elkaar komt steken en al. En dat ik daar dan ook van kan leren. Dus van een andere YouTuber iets leren en al. En hier samen focus dan ze te uploaden of te maken. Wat is een persoonlijk project dat je ooit nog wil starten? Daar heb ik momenteel geen zicht op. Omhoog van... Ik laat alles gebeuren hoe het nu momenteel aan het gebeuren is. Droom je ervan om ooit een gezin te stichten? Of is dat iets wat je in de toekomst ziet? Dat zal altijd een droom blijven. Omhoog van ik en Pia hebben daar zelf op beslist. We hebben wel een kinderwens, maar... Dat is gewoon een mooie droom die we nooit kunnen waarmaken. Misschien wel, misschien niet. Dat hangt van de toekomst af. Maar momenteel even niet. Daar hebben we nu momenteel geen zicht op. Als je een huis zou kunnen bouwen of kopen, waar dan ook, waar zou dat zijn? Dicht bij mijn ouders, sowieso. Dicht bij mijn ouders. Omhoog van mijn ouders zijn een harde steun in mijn leven. Ik heb heel veel aan mijn vader. Dat wil ik ook wel eerlijk toegeven. Ik heb ook heel veel aan mijn moeke. Dat wil ik ook wel toegeven. Welke prestaties wil je in de komende 10 jaar behaald hebben? Dat ik misschien zelfstandig ben met volledige YouTube-leven dan in acht te nemen. Wat zou je doen als je morgen te horen krijgt dat je al je dromen kunt waarmaken? Dan spring ik een gat in de lucht. Echt waar. Dan gaan we over naar Crazy Frog. Heeft ook 15 vragen in gezonden. Wat is jouw perceptie van de existentiële betekenis van het leven? De existentiële, dat weet ik dus al niet wat dat betekent. En dan heeft hij weer zo een moeilijke dingen ingezonden. Luister maar mensen, want ik ken daar totaal niks van. Hoe zou je jouw epistemologische benadering van kennis beschrijven? Wat is een... Dus ik kan het zelf niet uitlezen. Wat is dat? Epistemologische. Dat ja, dat is dus Duits, wat hij nu sprak. Ik moet het Nederlands hebben. Epistemologische. Daar weet ik dus niet wat dat is, hè. En dan nog, ook nog dit. In welke mate beïnvloedt cognitieve dissonantie jouw besluitvormingsproces? Ik ga ze dus alle vragen laten aflopen, dus van Crazy Frog, luister eens, want ik versta er totaal geen, want ik denk dat je daar een professor moet zijn voor deze vragen allemaal te kunnen beantwoorden, luister maar. Crazy Frog 4729 zei 1. Wat is jouw perceptie van de existentiële betekenis van het leven? 2. Hoe zou je jouw epistemologische benadering van kennis beschrijven? 3. In welke mate beïnvloedt cognitieve dissonantie jouw besluitvormingsproces? 4. Wat zijn jouw gedachten over de dialectiek tussen vrijheid en determinisme? 5. Hoe manifesteert zich de ontologische onzekerheid in jouw dagelijkse leven? 6. Kun je een voorbeeld geven van een recente ervaring met een paradoxale situatie? 7. Hoe ga je om met de hermeneutische interpretatie van complexe teksten? 8. Welke invloed heeft de meta-ethiek op jouw morele overtuigingen? 9. Hoe definieer je de conceptuele grenzen van persoonlijke identiteit? 10. In welke mate speelt de conceptie van tijd een rol in jouw wereldbeeld? 11. Wat is jouw houding ten opzichte van solipsisme en subjectivisme? 12. Hoe verhoudt jouw begrip van esthetiek zich tot de klassieke filosofie? 13. Welke rol speelt de epistemische rechtvaardiging in jouw geloofssystemen?
14. Hoe zie je de relatie tussen de fenomenologie en jouw zintuigelijke waarnemingen? 15. In welke mate beïnvloeden socioculturele constructen jouw perceptie van realiteit? Van, dus, de antwoord op vraag 1, I don't know. Vraag op antwoord 2, I don't know. Vraag op antwoord op 3, I don't know. Vraag op antwoord op 4, I don't know. En zo tot en met 15, I don't fucking know wat je over het hebt. Sorry Crazy Frog, ik kan uw vragen niet beantwoorden. Echt waar, daarvoor moet je al in de universiteit hebben gestudeerd. Dank u, gelieve, normale vragen te stellen in mijn Q&A. Ook op Discord, dank u. En ook voor Doekie gaat dat, want ik snap niet, ook niet wat dat ook betekent, wat Doekie ook heeft ingestuurd als vraag. Hoe sta je tegenover exhibitionisme? I don't fucking know what is exo... Dat woord. Ik kan het zelfs niet eens uitspreken. Dus dit. Exhibitionisme. Wat is dat? Doekie, laat het zelf eens in onder in de comments weten wat dat betekent. Tantusia, die me gaat zeggen, te moeilijke woorden, dus geen antwoord. Klopt dit? Ja, dat klopt. Tantusia, die, jij hebt 100% of 1000% gelijk. Zowel voor van Doekie uit als van Crazy Frog. Zijn gewoon te moeilijke woorden en te moeilijke zinnen en te moeilijke vragen wat hun hebben gesteld. Dan een credit. Waarom snel ben je altijd tegen jij als jij wat druk blij doet? I don't know. Waarom snel ben je altijd tegen jij als jij wat druk blij doet? Wat een voor een zinsbouw. Ik snap hem niet. Benny, hey Dimi, wat vind jij ervan dat de nieuwe regering dat mensen die niet werken ook geen geld meer krijgen? Hoe ga jij en Bea dan nog geld krijgen? Vraagteken. Dat zijn zorgen tussen mij en Bea. Dat is al één, je moet niet tussen mij en op mijn financiële zaken gaan. Dat zijn mijn zorgen, niet die van jou. Dank u. Dan, ik heb gehoord dat de OCW op rand van de VS mensen, bla. Dat is niet waar, want dat is fake news, want ik heb OCW nog pas gesproken. En dan e-mail, waarom maak jij PH beeldscherm stuk? Zal de OCW deze schade betalen? Dat is al allemaal af van de baan. PH krijgt al een hele nieuwe beeldscherm van mij, van de waarde van 100 euro's. Jawel, de waarde van 100 euro's. Maar die komt pas aan eind oktober. Ja, dat is wel het minpunt. En waarom maak ik BHP als schermstuk? Dat was niet voor Express. Dit is de eerste keer in 507 lands dat het mij eens voorgekomen. Dank u. Hehe. Hoho. Hihi. Hoehoe. Dan gaan we door naar de Q&A op, zeg het, op YouTube. Maar dat heb ik dus niet voorbereid. Oepsie poepsie. Sorry. Dus even kijken tot aan de vorige Q&A. Ja, oké. Yoink, 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 yoink. En yoink. Oh. Dan, ja. Want dat horen jullie toch nu niet, want op sommige dingetjes zit dan weer al reclame en die moet ik dan weer laten afspelen. Ik weet niet of jullie het horen. Horen jullie het of horen jullie het niet? Ik weet het niet. Oké. Oké. En oké. Dus we gaan door naar vlog 1898. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Dankjewel daarvoor. Boter en vlogs. Korte vlog is beter soms als je niet veel te doen hebt. Dat is ook wel waar. RBD, veel plezier op de kermis. Ben niet op Hasselt kermis geraakt. FanTube, mooie vlog. Dankjewel. En more information. Goedenavond. Goedenavond terug. Bakmak, hallo, hallo terug. En Bart Smik, hey, heekes terug. Zo zie je wel dat ik alle comments ook wel echt voorlees.
Dan, dat is pesten op sociale media. Ik ga daar verder mee naar commissie van kansarme debielen die gepest worden. Daar staan enorme boetes op. Dus, Benny, denk eens na wat je juist zegt. Er gebeurt juist niks. Daarom ligt uw appartement altijd veel en overhoop. Ik heb het even moeilijk. Ja, Benny, mag het ook eens? Wow, wat? Wow, maat. Kalm. Ja, sorry. Zit jij verslaafd aan paracetamol? Nee, ik ben niet verslaafd aan paracetamol. E-mails pro viewpot opnieuw. Jij weer te lui om muziek te editen in uw vlog. Dat was ik dus vergeten. Sorry nogmaals ervoor. Uw onderbuur heeft de stem van een heks. Dat is jouw mening en ik denk niet dat zij een heks is. Dank u. Dan, vlog 1900. Je zijt altijd mijn appartement. Je hebt juist niks, Souven. Sorry, maar ik mag dat wel zeggen, want ik voel me hier ook thuis. Mijn appartement. Punt. Mijn appartement. Ik ben hier nu in mijn appartement. Ik ben hier nu in mijn appartement. Ik ben hier nu in mijn appartement. Oké, voilà. Waarom zou jij wel een burn-out krijgen, Souven? Je moet de hele niks doen. Dat spelletje spelen. Wat moeten mensen dan zeggen die de hele gezin moeten runnen en alles onderhandelen, kieken? Jij zit zelf in kieken. Dank u. Dus ik laat me niet uitmaken. Denk eraan, hè. Ik sla terug, hoor, Benny. Heb jij weer een ongeluk gehad? Uw frigobox ziet er geduikt uit aan de achterkant. Dat is al van een paar maanden terug dat dat eens gebeurt. Weer is ranzig aan het doen, maat. Hoe bedoelt je ranzig aan het doen, maat? Ah ja, ik was daar aan het eten, sorry, hè. Maar ik had wel mijn mond toe. Het boeit Dimi echt niet wat Bea zegt. Echt zielig. Allee, ik heb weer al reclam. Ah, oké. Dus ik ga het even nog eens afspelen. En het geluid aanzetten. Maar fijn, niet. En dan mogen dat je me altijd anders begrijpt dan bedoeld is. Dus ja, ik begrijp soms Bea ook verkeerd, waardoor dat er soms dan wat woordenwisseling is. Maar de laatste tijd gaat het veel beter tussen ons. We praten ook heel veel naar elkander toe. Wij geven ook lieve woordjes naar elkander toe, dus het gaat goed. Je hebt toch totaal geen last van uw rugmaat? Kijk wat je de hele tijd zit te doen. Je weet niet wat er... als ik de camera afzet, dus dit hier, zit ik echt heel grap aan de pijnstiller of zo. Niet aan de paracetamol of zo. Maar wel aan Daflegrom momenteel. 1 gram. Waarom blijf je wakker tot 4 uur? Ja, nu is het ook al bijna 2 uur. Bakmak, top. Wij weten ook welk weer het opkomst is, Souven. Ja, sorry als ik dat eens zeg. PRNT. Nou, doe dat nou toch niet. En dan sta je naar... dat moet saai zijn eigenlijk. Ja, oké. Dankjewel, Studio Jo. Als je dat saai vindt, ga dan naar een andere YouTube-kanaal toe. Dankjewel. 1901, PestTube, veel beterschap, dankjewel, topvlog, dankjewel. Ha, oké, PestTube heeft veel beterschap gezonden. FanTube, topvlog, e-mails pro, viewpot, ha, oké. Het is wel drugsjes op de baan. Ah, oké, dat het drugsjes op de baan is. E-mails pro, viewpot, nasty man. En nu nog weg. Oh ja, je ziet even mijn pilspleet. Mijn spaarpot. De laatste tijd weer cyflogs. Studio, als je niks anders zou en beter te commenten hebben, stop met dan te commenten en ga dan naar een andere YouTube. Ben je zo'n dag, Dimi? Ken je me nog? Ja, ik ken jou nog. Dan de 1902, de laatste vlog voor deze week, voordat we in het weekend gaan. En dan ga ik de weekendbeelden
heb ik hiervoor nog geëdit. Dus dank ervoor ook voor iemand op Xtlan zelf, die heeft ook beelden gemaakt. En deze had ik daar ook even geëdit. Dus ja, ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten. Ik heb nu ook al even goed juist dat ik de volgende reeks op mijn harde schijf moet zetten. Dus ja, daarom dat je ook zegt van fijn weekend. En daarom dat ik het ook dacht van, ah ja, ik moet ook die beelden ook nog op mijn computer zetten. Au. Ik heb dus eigenlijk wel deze weekend toch wel veel gelivestreamd. Is het niet? Heb je nu een fake vogelgeluid opgezet? Ja. Nee, dan opgezet. Ja, mag dat niet. Voilà. Ja, voilà. Knippen. En plakken. Voilà. Dan, jij hebt helemaal geen stemtest gedaan, maat, leugenaar. Ik ga de stemtest doen een dag op voorhand dat ik naar de stembureaus moet gaan. Dus wij moeten gaan stemmen nu zondag. Dus dan ga ik de stemtest doen vrijdag, dat dat op zaterdag online komt. Dus dan weet je dat bij deze. Wel, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele lange vlog. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de beelden van de weekend en al. Ik ga hier ook de vlog dan mee afsluiten. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn timeslap, wat ik allemaal heb gemaakt in deze vlog. Ik hoop niet dat het te ultra lang is gegaan. Dus laat het hier even onder in de comments weten. En morgen ben ik er gewoon terug. Tot morgen allemaal. Yo, 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 yo.